In deze video wil ik ingaan op het gebruik van biologische middelen en de opslag daarvan. Hierbij is niet alles vanzelfsprekend. We krijgen namelijk geregeld vragen over welk biologisch product een toelating heeft en inderdaad waar het op te slaan. Een biologisch product bevat levende micro-organismen. Hierbij wordt het verschil gemaakt tussen een biologisch middel of bijvoorbeeld een bodemverbeteraar. In het geval van een middel heeft het een goedkeuring nodig van het CTGB. Binnen die goedkeuring moet erin staan hoeveel kolonievormende eenheden het product bevat en welke stam er wordt gebruikt. Bij een bodemverbeteraar hoef je niet aan te geven welke stam het is, wel welke soort en de KVE, de kolonievormende eenheden, worden ook altijd vermeld. Naast de verschillen in of een biologisch product een toelating heeft of niet, zijn er ook verschillen in de opslag. Een aantal telers slaan hun bodemverbeteraars op in de chemiekast. Maar is dit nodig? Nee, voor deze producten is dit niet nodig, want ze hebben geen toelatingsnummer. Ze hoeven dus niet in een beveiligde opslag te staan. Hiermee bespaar je ook kostbare ruimte in de chemiekast. Voor bodemverbeteraars wordt over het algemeen een opslag in een droge en koele ruimte geadviseerd. Wanneer dit anders is, of er aanvullende adviezen nodig zijn voor de opslag, zijn deze op het etiket te vinden. Wil je meer informatie? Ga naar royalbrinkman.nl.